Dan werken bij de politie niet alleen knappe koppen, maar ook knappe honden. En de VVD in Rotterdam die wil nu dat er een speciale onderscheiding komt voor politiehonden die goed werk hebben geleverd. En ze komen met het voorstel in de stad omdat ze vinden dat er te veel kritiek is op de inzet van die honden. Onder meer D66 pleit ervoor om de politiehond minder vaak in te zetten. In 2019 werd de hond in 82 gevallen ingezet in Rotterdam. En 59 verdachten raakten daarbij gewond. Nou, de VVD Rotterdam zegt: je mag best kritiek hebben op de inzet van honden, maar we moeten ook zeker niet vergeten dat het een waardevol middel is voor de politie. En dus een speciale medaille voor de honden. In Engeland hebben ze dat ook al. Een Dicking Medal heet die daar. Welke naam die in Nederland moet krijgen, daarvan zegt de VVD. Nou, dat laten we dan aan de politie. De dikke kluif, die er dan wat de VVD bij hoort, wat de VVD betreft bij hoort, die wordt dan wel door de politiek betaald. En ik denk dat de hond daar misschien ook iets blijer mee is. Daar zal hij naar uitkijken. Ja, nou, goed idee. Even hier aan tafel. Goed idee, zo'n onderscheiding. Nou, ik vroeg me inderdaad af, krijgt die hond zelf ook nog iets buiten de medaille? Maar dat wordt ook geregeld. Een dikke kluif. Ja, lekkere hondenbrokken. Ja, als we werk goed doen. Inderdaad. En dan moet er dus nog even een Nederlands woord dan weer bedacht worden voor deze medaille.